ik maak tekeningen. Ja. Ik wil van tevoren niks weten van de mensen. Want ik wil even niet nadenken. Ik moet het gewoon door laten komen. Op zo'n beursdag stel ik me in op mijn eigen gidsen. En ik vraag via dat kanaal. Kom maar, zeg maar wat het moet worden. Rood, blauw, groen. Ik zie wel wat er gebeurt. Mm-hmm. Als de tekening er is, geef ik uitleg. En als het goed is, is het herkenbaar voor de mensen. Dat ze zeggen van, oh ja, daar was ik net mee bezig. Of daar zit ik net in deze tijd in die processen. En dat geeft dus een beeld van wat je nu doet. Hoe je nu in het leven staat. En maakt daar weer wat duidelijk. Beter Mooi. Is het voor de aanvulling. Ja, en wordt het beter. Ja, wat ik eigenlijk doe, zeg ik anders, heel makkelijk. Ik praat zonder na te denken. Want dat is eigenlijk essentieel. Als je er zelf over nagedenken, ga je er een vertaalslag op leggen. Ja. En dan is het niet meer zuiver wat je doorgeeft. Nee. Nou, Maya is degene die de tekening maakt, maar daar lift ik eigenlijk op de energie met mee. Okay. En als mensen wat specifieke vragen hebben, dan kan ik daar wat antwoord op geven. En dan, ja, we gaan geen toekomst voorspellen, want de toekomst, dat maak je zelf. Okay. Maar die maak je op basis van het hier en nu. Okay. En hoe duidelijker je het hier en nu hebt, hoe beter je de toekomst kunt bepalen. Mag ik iets vragen dan naar u? Denk u dat ik ga verhuis? Nog niet. Het gaat nog even duren. Dit jaar wel. Ik denk dat het een beetje rond augustus gaat gebeuren. Wat goed voor u. Dat is ook in mijn hoofd ook. Okay. Tussen juni en augustus. Ja. Ja. Heel goed. En ik wil graag heel goed. Ik wil graag snel verhuis. Er is reden voor. Ja. Maar ik weet wel, je moet het ding afmaken. Ja, klopt. Ja. Deze afmaken is er. Ja, klopt precies. Ja. Klopt precies wat u zegt. Ja. Ja. Ja, ik voel ook dus deze jaar, tussen juni of augustus. Ja. En ik voel de energie van jullie heel goed. Ik ben dankbaar dat ik mocht hier bij jullie en interviewen. Ik heb hier nog even iets extra's. Ja. Ik heb sinds kort mijn eigen orakelkaarten gemaakt. Ja. En misschien is het leuk voor je om nog even een kaartje daaruit te halen. Oh, wat lief. Wat lief. Het is nu echt eigenlijk het eerste weekend dat we op een grote beurs zitten, dat ik mijn eigen kaarten En ik ga... Is er... Ja. Doe het maar op de manier zoals je het zelf wil. Wat lief. Zo, dat is bijzonder dat u maakt zelf alles. Ja. Heel bijzonder. Wat zelf mooi. Gedrukt, zelf gelamineerd. Echt waar? Oeh, wat slim. Wat een energie. Wat een energie. Reinigend vuur. Die geeft aan dat er ergens nog wel iets is waar u zelf dwars mee zit. Met angsten of iets waar je aan vasthoudt wat je niet meer nodig hebt. En dat zou je kunnen opschrijven bijvoorbeeld. Ja. En dan verbranden. Okay. Dat je dat wat jou tegenhoudt aan het vuur geeft. Het vuur kan reinigen. Ja, de aarde. Ja. Het kan ook andere dingen doen. Maar in dit geval is het reinigen. Dus dan raak je daarvan af. Dan kom je weer meer open en dan kunnen er nieuwe dingen gebeuren. Mooi. Ik ben heel sceptisch in die weg allemaal, maar ik ga wel doen. Ik geloof in die energie. Probeer maar. Ik zie ook de nummer 33. Dat is een energie van Jezus. Kijk. Okay. Ik voel ook dat jullie werken ook met de energie van de spiritualiteit en de engelen. Dat hoort ook in deze kaart van mij ook. Ik ga wel doen hoor. Ja. Vanavond, ik ga dat goed zo. Oké. Okay. Nou, fijn, laat het zo mag werken. Oh, ik mag niet meenemen, hè? Nee. Dit is voor je. Nee, helaas, dit is voor 33. Ik ga wel doen. Ja. Ja? Okay. Mooi, hè? Okay. Dank u wel. Heel mooi. Ik ga er van boven helemaal naar beneden. Ik geef jou mijn liefde en mijn kracht. Omdat ik wil graag dat jij helpt mensen hier op aarde en dieren. Hou je van dieren? Ja. Hou je van paarden? Ja. Ja? Ik geef jou nu lezing nu. Dat is echt nodig bij jou. Paarden brengen rust naar jou. Paarden brengen kracht naar jou.